Prettig geregeld. Prettig geregeld. Prettig geregeld hoor. Hallo. Wat ben jij aan het doen? Hanne wordt 50. Ja, maar waarom? Waarom? Wat is dat nou voor een vraag? Hanna wordt gewoon 50. Ja, maar wat heeft dat ermee te maken? Nou, dat ligt er voor de hand. Oh ja? Denk nou eens na. Jij wilt toch niet beweren dat je zo'n pop hebt aangeschaft omdat Hanna 50 wordt? Jawel. Pff, belachelijk. Oh ja, weet jij soms hoe ik het anders moet doen? Nou kom zeg, nou moet je het niet nog mooier maken. Natuurlijk maak ik het mooi. Kijk, zo'n kale pop is toch niks? Heb je niet wat kleren voor me? Wat moet je met kleren van mij? Haar aankleden. Dit wordt een Sarah, weet je wel. Die zet ik bij de voordeur op de grote dag. Oh, wacht even. Een Sarah. Gek, dat is toch... Hoe weet je dat? Kom zeg, ik heb ook mogen niet in mijn zak. Hoe kom je dan? Een tweedehands van de rommelmarkt. Van de rommelmarkt? Ja, leek me wel handig. Je blaast erop, kleed eraan en klaar is Kees. Ja, maar wie maakt daar nou een Sarah van? Ik. Nou, heb je wat oude kleren voor me? Jawel, maar zo hoort het toch niet? Oh, en wat hoort nou weer niet? Nou, daar hoor je de kleren van de jarige zelf voor te gebruiken. Van Hanna dus. Oh, ja. Je kan gerust wat van me krijgen, maar... Nee, ze heeft kleren zat. Zeg, geeft ze nog een feestje of zoiets? Ik heb er nog niks over gehoord. Daar heb je er. Nu al? Doe weg dat ding, doe weg. Ja. Hé, hey, schat. He, lekker vroeg, hè? Vergadering ging niet door. Oh. Fijn voor je. Wat hoor ik? Ik hoor niks, jij mol? Nee, hoor. Nee, nou zeg. Ja. Wat is er? Niks wat zou er moeten zijn. Nou, ik weet niet waar jullie kijken zo... Wij kijken zo, Zo wat? Nou ja, laat maar. Hoe is het met jou, mol? Goed hoor. En met jou? Ja, gaat wel. Een beetje moe de laatste tijd. Ja, kind, dat is de leeftijd. Nou, jij loopt al aardig tegen de 50. Ja. Oh, wacht eens even. Ah, daar hadden jullie het natuurlijk daarnet over. Waarover? Over mijn verjaardag. Ben jij gauw jarig dan? Ja, als jullie maar niks bedenken, hè? Ik doe er niks aan. Niks? Hè, wat ongezellig. Oh, ja, niks bijzonders in elk geval. Ja, maar 50, dat is toch een mijlpaal? Daar moet je iets onvergetelijks van maken. 50 een mijlpaal? Dat word je vanzelf. Of vanzelf niet. Ja, maar dat is toch geen verdienste? Dat is waar. Het is puur geluk, vooral met mij aan je zijde. Ja, of niet soms? Nee, soms niet, nee. Zeg, vechten jullie dat even uit als ik weg ben, ja? Niks vechten. Ik ben het helemaal met Hanne eens. Ik bedoel, al die flauwekul. Als je nou echt iets origineels bedacht, hè, om het te vieren, dan zou ik zeggen, Allah. Maar alleen om zomaar, om zo'n getal... Oh, daar ben je het dus mee eens. Helemaal, schat. Ik bedoel, zoiets moet je niet doen omdat anderen het ook doen. Zoiets moet van binnenuit komen. Nou, zijn we het eindelijk toch helemaal met elkaar eens? Je weet, ik moet er niet aan denken, zeg. Zo'n pop bijvoorbeeld. Zo'n vreselijke Sarah voor de deur. Zo, ik heb genoeg. Dan maken we wel even een smakelijk verhaaltje van. Hé, hey, en wanneer komt het erin? Over 14 dagen. Zeg, reken jij even af? Alweer? Ja, maar dat kun je toch zo goed. Hé, tot kijken. Hé, hij neemt me toch niet in de maling, hè, dat stukje? Nee, wat dan nog? Als ze maar over je schreven. De foto's worden in ieder geval goed. Ja, ja? Ja, absoluut. Dan lezen de mensen niet eens wat er mee staat. Hé, wil je nog een pilsje? Ja. Ja, lekker. Ja. Ober, heeft u voor mij nog twee pils? Ja, natuurlijk. Hé, kan ik bij jullie niet eens optreden? Hoe bedoelen bij jullie? Nou, bij Marokkanen, op een feest of zo. Met de vrouw erbij? Ja, wat dacht jij dan? Dat zou je niet overleven, vriend. Ja, zou die vrouw en mij? Nee, de mannen. De mannen? Hé, maar een buikdanser is dan? Ja, dat is anders. Dat is traditie, dat hoort bij ons cultuur. Maar dit... Nou ja, dan niet bij Marokkanen. Maar misschien kom je een keer wat voor me tegen. Weet je wat? Ik geef je mijn kaartje. Ja, wie weet.
goed idee, man. Leuk, Hanna, leuk. Dat wordt echt onvergetelijk. Hoe kwam je daar zo bij? Van Astrid. Ja, die had het meegemaakt met een vriendin die 40 werd. Hé, maar Joris dan? Die ook niet dus. Ach, maar het zou toch ook helemaal niet leuk voor hem zijn, zo in zijn eentje? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar je kan Joris... Nee, met hem ga ik iets anders heel gezelligs doen. Ja, betrapt. Met wie ga jij iets gezelligs doen? Met jou. Op de verjaardag. Gaat er toch iets gebeuren? Ja, Hanna heeft een geweldig idee. Ik nodig alleen vrouwen uit. Mijn vriendinnen. Oh, nou, origineel idee. Ik kan niet anders zeggen. Wat jij, Mol, is het onvergetelijk genoeg? Ik vrees van wel, ja. Vraag je Elsje ook? Ja, schat. En Petra? Tuurlijk. Mag tot ook? Allicht. Nou, ik zie het wel zitten. Haha, die pap. Dat mag voor mij toch ook wel een beetje feest zijn? Hé, hey, mam. Ben je nou echt alleen maar vrouwen? Ja, natuurlijk. Moet toch consequent zijn, hè? Natuurlijk. Ik heb er niks tegen, hoor. Ik vermaak me wel. Ja, toch? Ja, je zou altijd nog een keer gaan biljarten met Sietse. Biljarten? Ik? Ik geloof dat ik je niet helemaal begrijp. Zeg, je wilt toch niet zeggen dat ik er ook niet bij mag zijn? Kom, ik denk dat ik maar weer eens opsta. Nee, niet zo ongezellig. Neem een kopje thee. Hé, Hanna heeft eigenlijk wel gelijk, pap. Vrouwen zijn onder elkaar veel leuker als er geen mannen bij zijn. Ja, mannen. Eén man, ik, de echtgenoot. Nee, er hoeft maar één man in de buurt te zijn en vrouwen gedragen zich meteen helemaal anders. Nee, daar kan jij niks aan doen, dat is nou eenmaal zo. Ja, dat... Absoluut. Ja. En vrouwen onder elkaar bijvoorbeeld praten veel meer over gevoelens. Ja. Oh, over mijn gevoelens heb ik jullie nog met geen woord gehoord. Als je me niet denkt dat ik hier in de keuken de koffiejuffrouw ga spelen, hè? Daar is helemaal geen sprake van. Oh, dus dat mag ik ook niet? Nee, pap. En ook niet met een schoteltje bij het toilet zitten. Toevallig heb ik helemaal geen gevoel voor humor. Ah, jij hoeft nergens voor te zorgen, we gaan buitenshuis. Eerst naar een expositie en daarna gezellig lunchje in de Vergulde Karper. De Gevulde Karper? Wat gaat het wel niet kosten? Nou, mens wordt maar eens in zijn leven 50. Een vrouwenvijf. Decadent is het. Asociaal. Ja, dat is het juiste woord. Asociaal. Je eigen collega's, Ivo, Sietse, Theo. Die zullen het ook bijzonder waarderen dat ze niet mogen komen. Hun vrouwen wel en zij niet. Nou, weet je wat? Ga jij met ze bowlen. Bowlen? Oh, wat een feest. Ja, leuk toch? Al die kerels met een kegel. Trouwens, toen ik binnenkwam, zei je dat je met mij iets gezelligs ging doen. Ja, 's avonds met z'n tweeën. Kan ik al mijn aandacht aan jou geven? Nou, ik ben zeer vereerd. Ja, en dan mag jij kiezen wat we eten. Waar? Hier. Ja, zeg, dank je feestelijk. Nou, ik kan toch niet twee keer op een dag uit eten gaan? En dan mag jij iets lekkers koken. Jij bakt ze wel bruin, hè? Nou ja, ik zeg maar wat. Nou, dat merk ik. Ben je verdrietig, pap? Papa is niet verdrietig. Papa is boos. Nou, weet je wat? Dan nodig jij als je 50 wordt alleen man uit. Ja, maar dat duurt nog heel lang. Lang? Toch maar 2 maanden nog? Nee, dan word ik 49. Als kind ben ik een jaar ziek geweest. Ah, wat is die zielig. Ja. Oh, ben je hier? Oh, sorry. Hassan, kom eens. Ik kan het gaatje niet vinden. Wil jij het even proberen? Hoe bedoel je? Nou, hij is lek. Huh? Hij? Ja, de pop. Oh, ik voel hem. Zij is lek. En hoe komt dat? Nou, ik was een beetje ruw toen ik haar de kelder... Dat had ik nooit van je verwacht. Wat niet? Met zo'n pop. Vieserik, wat denk je nou wel? Sorry hoor, maar... Dit wordt een Sarah. Ik kleed haar aan en op Hannes verjaardag zet ik hem voor de deur. Vindt Hanna dat weer leuk, de pop voor de deur? Nee, maar dat is juist leuker. Oh. Jij wordt trouwens ook verwacht op het feest. Wordt dit een feest? Ja, zaterdag tussen 12 en 2. Een nachtfeest? Nee, overdag. Overdag? Vreemde tijd. Maar niks tegen Hanna zeggen, want het is een verrassing. Hoezo? Wat ben je van plan dan? Oh, ik heb het. Als jij nu even je vinger op het gaatje houdt. En dan? Ja. Dan haal ik ondertussen de plakspullen en dan repareren we haar samen. En daarna vertel ik je alles wat ik van plan heb. Onder het genot van een borrel. Goed idee, toch? Dus je doet mee? Prettig geregeld.
Ja, we verzamelen om 11:30 bij mij thuis. Ja, Hanne is al lang weg dan. Ja. En vergeet je spullen niet, hè? Nou, als het helemaal niet past, heb ik nog even het liggen. Nee. Niet van mezelf, wat denk je nou wel? Hé, oké, ik zie je. Daag. Hé, hey, wat zie je die? Hij komt ook, hij doet mee. En met zoveel zijn we er nou? Nou, wij met z'n vieren. Nico, Theo, Herman. Prachtig, toch? Prima. Hoe zullen die vrouwen reageren? Nou, stom verbaasd natuurlijk. En dan? Hoe bedoel je dan? Nou, en dan zijn we er dus. Ja, dat snap ik. Maar wat gebeurt er daarna? Nou, dat zien we dan wel weer. Ja, we feliciteren Hanna omstandig en slaan vervolgens gezellig aan het converseren. Maar kijk uit, heren. Niet over auto's en voetballen, alleen over gevoelens. Alleen maar over gevoelens. Want je weet hoe vrouwen zijn onder elkaar. Ja, maar wat voor gevoelens? Nou, dat maakt niet uit als het maar gevoelens zijn. En als ik nou niks voel? Hoor je dat? Typisch mannelijk. Je voelt altijd wat. En anders verzin je maar iets. Hé, hey Joris, je moet me toch eens vertellen. Hoe reageerde jij eigenlijk toen Hanna zei dat ze alleen maar vrouwen uitgenodigd had? Nou, gewoon open en spontaan. Precies hoe ik ben, weet je wel? Dus je werd niet kwaad? Nee, waarom zou het? Dus dit is geen wraak? Wraak? Hoe kom je erbij? Dit is gewoon een geintje. Mijn wraak komt als ik zelf 50 word. Ja, ja. En wat ga je dan doen? Hetzelfde wat Hanna nu doet. Oh ja, een hengstenvijf. Ik nodig ook alleen maar vrouwen uit. Hey jongens, we hebben het nog niet over een cadeau gehad. Oh ja, een cadeau? Wel nee, een cadeau hoeft niet. Dit is al verrassend genoeg. Jawel, we moeten toch iets geven. Doe eens een suggestie, Joris. Nou, het moet wel iets toepasselijk zijn. Een taart met 50 kaarsjes. Dat is erg origineel, ja. Weet jij wat beters dan? Lekker stukje muziek. Hebben jullie een cd spelen? Nee, ik bedoel zo'n looporkest, zo'n dweilorkest dat je kan huren. Nee, doe me een lol zeg. Dan moeten we nog dansen ook. Daar zijn die vrouwen dol op. Nou, dus een leuk cadeau. Hé, hey, wacht eens. Ik heb een idee. Wat dacht je hiervan? Ja, zeg dat wel. Dat is weer echt iets voor hem. Nee, dat weet ik niet. Daar moet ik nog over nadenken. Ja, maar ik vind er wel wat op. Ja, natuurlijk. Ja, je hoort wel van me. Hé, hey, bedankt voor de tip, hè. Dag. Oh, wat is het toch een klojo. Over wie heb je het? Ja, wie denk je? Joris natuurlijk. Ik had Elsa aan de telefoon, de vrouw van Sietse. Die kerels schijnen iets in hun schild te voeren. Welke kerels? Van de vrouwen die ik heb uitgenodigd. Dat is natuurlijk weer werk van Joris. En hoe weet ze dat? Ja, Sietse schijnt zijn mond voorbij gepraat te hebben. Wat zijn ze nou van plan? Ja, dat weet ze niet precies, maar ze vermoedt dat ze naar de vergulde karpen komen. Om wat te doen? Geen idee. En wat doe jij nou? Ja, dat weet ik ook zo gauw niet. Oh, die man ook. Altijd iets anders, maar zelden iets goeds. Grapefruits? Zijn jullie er? Wat moeten wij nou met grapefruits? Oh, die waren in de aanbieding. Ik ben er niet dol op en jij lust ze helemaal niet. Nee, maar dan heb ik ze vast. Heb ik ze vast? Ja, voor als ik ze opeens wel lust. Nou ja. Dat kan toch? Een mens moet af en toe iets nieuws proberen. Ja, maar dan neem je er toch niet meteen zoveel? Oh, maar die raken wel op. Molly lust ze vast ook wel. Oh, wel, nee, dank je. Oh, daar blijf je dus mooi mee zitten. Helemaal niet. En trouwens, het huishouden is mijn afdeling. Ik bemoei me ook niet met jouw schoolwerk. Ja, Hanna. Is hij eens een keer prijsbewust, is het weer niet goed. Sorry, hoor. Dankjewel, Molly. Ik had het met Molly net over mijn verjaardag. Ja, dat schiet op, hè? Ik denk dat ik het toch maar niet door laat gaan. Niet doorgaan? Nou, alleen met al die vrouwen, als jij er zo moeite mee hebt. Ja, maar ik heb er nu helemaal op gerekend. Op gerekend? Ik bedoel, ik heb er helemaal op ingesteld. Ingesteld? En ik kan die vrouwen moeilijk afbellen. Ach, waarom niet? Wat wou je er tegen ze zeggen? Van, nou, het gaat niet door, want Joris leidt er zo onder. Ja, bijvoorbeeld. Nou, trouwens, zo erg leid ik er ook weer niet onder. Nou, hou je maar niet groot. Laat ik het zo zeggen, ik leid er lang niet zo onder als jij ervan geniet. En wat ga jij dan doen? Oh, nou, dat weet ik niet, maar ik vermaak me wel. Geniet jij nou maar. Ah, je bent toch wel een lieverd. Nou, plooit ook eens van een ander. Do 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 do
jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is zij. Wat is er? Dat vinden we alle zo prettig, ja, ja. En daarom zingen we blij. Hoe laat is het? 8 uur. 8 uur, ik ben jarig, ik mag uitslapen. Ja, maar op je verjaardag hoor je al uren voor het opstaan wakker te liggen van opwinding. Ja, als je 5 wordt, maar ik word 50. Maar schat, jij was al uitgeslapen toen je geboren werd. Oh, nou, van harte, gefeliciteerd en nog vele jaren. En dat ik er nog maar lang getuige van mag zijn, want ik hou van je. Ho, ho, let op het ontbijt. Kom nou even erin. Ja, ja, ik kom zo. Kom. En dan volgt nu het openingsceremonieel van deze prachtige dag. Tada, tada, taratatata, ching, boom. Wat is dat? Nou? Een Sarah. Ik had nog zo gezegd. Ja, niet voor de deur, maar op het balkon. Maar zo ziet de hele buurt het. Nou en, waarop verschijnt de koningin als ze jarig is? Op het balkon. Nee, op het bordes. Ja, maar dat wou ik je niet aandoen. Nou, hey, ze lijkt, hè? Ze lijkt? Op wie? Op jou. Hoezo? Oh nee, het is niet waar. Mijn pakje. Ja, ik zei toch, ze lijkt op je? Mijn goede pakje, dat wilde ik vandaag aan. Hey, dat meen je niet, hè? Dat is een geintje. Wat niks geintje, hoe hou je het in je hoofd? Maar... Dat wist hij toch niet? Het hing helemaal in een hoekje. Ja, apart gehangen, ja. Heb ik zo bloedig staan persen. Ja, maar wat is dat voor een pop? Er zit lucht in. Ja, dat is een opblaaspop. Een opblaaspop? Een sekspop noemen ze dat. Ja, handig, hè? Een sekspop. Die zet jij open en bloot op het balkon. Maar ze heeft toch kleren aan? Ja, de mijne, ja. Wat moet ik nou? Zal ik het uittrekken? Zeg, je denkt toch niet dat ik die kleren aantrek die zij gedragen heeft? Nee, natuurlijk niet. Maar je hebt in de kast nog genoeg andere dingen aan, hè? Ach. Hanna, wat ga je nou doen? Kijk wat ik in vredesnaam aan moet. Nee, kom nou eerst gezellig ontbijten. Nee, eerst mijn kleren. Hanna, je eitje wordt koud. Ja, je denkt toch niet dat ik nou een hap door mijn keel krijg? Ja, kijk, en een kopje thee, sneetje brood. Geen tijd, ik moet eerst strijken. Maar schat, je kan toch niet nuchter het feest in? 1 drankje en je ligt al onder de tafel. Ja, maar ik kan toch ook niet zo'n feest in? Hé, Hanna, kom nou even gezellig. Hanna, ik heb nog een cadeautje. Hé, hey, kijk, daar hebben we Sarah. Ik dacht dat hij er op het balkon zou zetten. Ja, niets veranderlijker dan Joris, hè? Ja, een beetje geschift is die wel. Nou, zeg nou maar niks. Wou je zeggen dat dit normaal was dan? Dat was toch ook zijn idee? Ja, maar we zijn wel zo gek dat we met hem meedoen. Nou ja, zo gek is dat dan ook weer niet. Ik zie het als een soort demonstratie. Wij komen op ludieke wijze op voor onze belangen. Ja, ja. Goedemorgen, dames. Welkom op deze prachtige dag. Hartelijk gefeliciteerd met de verjaardag van je vrouw, Joris. Ja, gefeliciteerd met Hanna, jongens. Dankjewel. En hoe vinden jullie Sarah? Beetje opgeblazen. Nou, kom binnen. Hoe reageerde Hanna op haar? Oh, dat overtrof mijn stoutste verwachtingen. Nou, leuk. Al dat werk niet voor niks gedaan. Zo is dat. Zeg, ik dacht dat je Sarah op het balkon zou zetten. Heb ik gedaan, even. De hele buurt hoeft niet van mee te genieten. Hey, is iedereen er? Zeker. En waar kunnen we ons omkleden? Allemaal in de huiskamer. Wat? Ja, je bent er niet een kenner. Kom op. Waar zijn de ladderen? Dames en heren ook, hier zijn Sietske en Yvetteke. Oh, nee, dit kan niet. Ik heb het alweer gezien. Kom, Siets, wij gaan. Kom. Afspraak is afspraak. Nou moet je ook meedoen. Oh, maar dat staat je wel beeldig, Theo. Heel smaakvol. Ja, dank je. Wat dacht jij? Ik vond het vandaag wel eens gelegenheid voor mijn... Lekker. Precies. Oh, beeldig. Helemaal beeldig. Winkel in, winkel uit. Maar ja, deze zit perfect. En je figuurtje komt er helemaal in uit? Absoluut. Hé, de bel. En staat je op beeld. Kom bij je ogen, Siets. Dag, meneer. Ik ben Johnny. Ik ben door Hassan besteld voor het feestje. Oh, u bent het cadeau. Nou, kom binnen deze kant op. Hé, hey, Johnny. Kennen wij elkaar? Ik ben Hassan. Verrek. Dat heb je mooi versierd, broeder. Die sluier, geen mensen kent je zo. Hé, hey. Hey, maar die gaat wel af straks, hè? Oh, maar wat is nou eigenlijk precies de bedoeling? Nou, kom er even mee. Dag allemaal. Hey, Hassan, moet het hier? Je neemt het ook niet in de maling, hè? Dat is ook wel zuivere koffie. Tuurlijk wel. Je kunt mee toch? Ja, daarom juist. Ik schoon van een klerenkast, hè? Oh, dat kan niet. Hé, Joris. Dat gaat gewoon open houden. Ja, ze liggen klaar. Oh, oh ja. En 1... Twee. Ja, ik ook twee, jongens. 1, 2. Allemaal dezelfde maat, dames.
mes. Dus geen frustratie meer. Kan het mooier? Nou, moet jij je niet omkleden? Ja. Ja, iedereen is het, dus daar ben ik wel aan toe. Ik ga even naar boven, daar heb ik het een en ander klaar liggen. Ach, tikkeltje inkennig. Wat is de bedoeling, dames? Oh, heren. Oh, dus u ziet al dat het een grap is. Ik dacht het wel, ja. Mevrouw Huisman viert hier in een gezelschap vrouwen haar 50ste verjaardag. En wij willen haar verrassen. Begrijpt u wel? Nou, nee. Nou, wijst u ons even de weg dan. Ogenblik, alstublieft. Huisman, zei u, hè? Ik ben toch bang dat u zich vergist. Hoe bedoelt u? Nou, ik heb geen reservering staan op naam van mevrouw Huisman. Misschien op de meisjesnaam? Nee, dat doet ze nooit. Nee, maar een verjaardag vieren met alleen maar vrouwen doet ze ook nooit. Nee. Van Klaveren. Hanna van Klaveren. Nee, ook niet. Maar wacht eens. Dit lijkt een Hanna. En dit zou Huisman geweest kunnen zijn. Ja. Hoe bedoelt u geweest kunnen zijn? Het staat doorgestreept, hebt u. Doorgestreept? Nou, begint iets te dagen. Dat is waar ook. Die mevrouw heeft een paar dagen geleden afgebeld. Wat? Afgebeld? Waarom? Ja, meneer, dat zijn ze er niet bij. Een van de smoesje, denk ik. Nou ja, weet u nou misschien waar ze nu naartoe is? Nee, meneer, dat weet ik niet en dat interesseert mij ook niets. En zou u nu willen vertrekken? Ik moet om het cachet van de zaak denken. Hè? Alsjeblieft. Rustig maar, wij gaan al. Het cachet van de zaak. Jongen. Afgezegd. Ja, ze moet het geweten hebben. Eén van jullie heeft zich natuurlijk verlulst. Nou, dat zal jij dan wel weer geweest zijn. Hallo. Jongens, jongens, jongens. Wat doen we nou? Nou, naar huis natuurlijk. En in alle moeite voor niks? Nou, dan zul je ze horen lachen. Wat is dat? Ik denk wel dat ik weet waar ze uithangen. Waar dan? Johannes Hoeven. Daar heeft Han het wel eens over gehad. Kom op, dames, instappen. Daar rijden we naartoe. Rustig, blijven jullie nog maar even zitten. Ik ga wel even kijken. Ja, mevrouw. Wat kan ik voor u doen? Nee, dank u. Ik heb het al gezien. Wat heeft u al gezien? Niks. Niks? Hoe bedoelt u niks? Nou, gewoon niks. Goedemiddag. Hé, hey, zeg, waar gaan wij nou naartoe? Nou, dat zei hij toch, naar de Hof van Ede. Oh. Kijk of ze daar zijn, de Hof van Ede. Hé, hey, politie, jongens. Ja, vrek. Dat toch. Wat de mag ik uw papieren? Ja. Sorry, agenten. Thuis laten liggen. We kregen een melding dat hij zich verdacht ophield op Johanneshoeven. Nou ja, verdacht. Kijk, het zit zo. Verrek. Verrek, Kees, zijn allemaal kerels. Wat vreet jullie eigenlijk uit als ik vraag? Nou, gewoon. Ah, wacht, ik weet het. De jaarlijkse travestietenmeeting in een congresgebouw. Precies. Geen reden om hun papieren thuis te laten. Dat is waar. Het kan een dekmantel zijn, dus roep je even versterking in, Willem? Ah, agent. Volgt u ons maar even naar het bureau. Maar daar liggen mijn papieren ook niet. Wat moet ik dan doen? Procesverbaal opmaken. Procesverbaal? Ja. Overtreding van de wet op de openbare zedelijkheid. Ja. U ziet toch niet dat het een grap is? Agent, het is een geintje. Ja, ja, natuurlijk. U heeft de smoesjes klaar. Ja, maar het is echt een grap. Nou, komt dat even goed uit. Kunnen ze op het bureau ook eens lachen. Het is toch niet te geloven? 9 van de 10 inbrekers zeggen ze nooit te pakken. Laat ze zich daar druk om maken in plaats van... Hé, hey, hier. Waar is Sarah? Gejat natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. En waar was intussen de politie? Precies. Die onderwierpen een groepje onschuldig verklede burgers aan een kruisverhoor. Daar betaal je dan belasting voor. Oh.
Ja, ze zijn wat bedoel met die pop in de kelder. In de kelder. Help even. Stop. Ze loopt leeg. Ja, nee. Jij gaat gewoon naar de kamer. Okay. En wij gaan hieruit. Ja. Barst van de dorst. Kan ik dat ding ergens pitsen hier? Zeg, je hebt toch wel een borrel in huis, jongens, hè? Want daar ben ik wel naartoe, hoor. Ik heb geen borrel nodig, want ik heb sowieso een kaart. Jongens, schiet alsjeblieft op die BH-knel. Zo verschrikkelijk. De stream is dan op mijn rug. Jongens, ga weg. Wat? Wat zijn jullie mee te doen? Wij zijn op de nationale travestietenmeeting geweest, oké? Okay? Waar zijn mijn kleren? Je hebt het ergens in de hoek gegooid. Het lag door de hele kamer verspreid en dan op een verjaardag. Nou ja, zeker. Wat zullen jullie een lol gehad hebben? Nou, geweldig. Nou, wij trouwens ook. Het was precies wat ik me ervan had voorgesteld. Echt heel gezellig. En waar was het heel gezellig? Oh, in de Hertog Jan. De Hertog Jan? Maar je zou een gevulde karperen. Ja, ik heb het bedacht. Vond ik gewoon gezellig en leuker. Ja. Nou, dat had je er wel eens mogen zeggen. Hoezo? Nou, we wilden jullie feestje komen opfleuren. Ja. Je wilt me toch niet vertellen dat jullie zo naar de vergulde karper zijn geweest? Ja. Je wilde toch alleen maar vrouwen? Oh, ben ik even blij dat ik er niet was. Ja, dat zeg je nou, maar je weet niet wat je gemist hebt. Ja. Wat dan? Je cadeau. Ja. Ja. Moet ik nou nog strippen of niet? Strippen? Ja, anders mijn geld kracht. Hé, hey, wie is dat? Dit is ons cadeau voor jou. Ja, het hoeft niet meer. Hassan, betaal jij hem even. Ik, hè? Ja, ik verreken het wel met de huur. Nee, wacht eens even. Ik wil mijn cadeau hebben. Hier in de kamer? Ja, waarom niet? Ja, in de gevulde karper. Maar hier, mijn lol is er af. Nou, maar mijn lol niet. Hé, hey, meneer, kom op, laten we beginnen. Maar Anna, toen denk maar even. Nee, kom maar, vis gaat verder. Surprise, surprise! Wat? Anna, ja! Nee, dit is mijn cadeau. Je cadeau? Ja, cadeau voor jullie mannen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Ton Herstel, de voorzitter van de NCRV. Ik ben Yvette. Ja, dat zie ik. Zijn je ouders thuis? Ja, zeker. Kom maar binnen. Ja. Pap, mam, dit is meneer Herstel, de voorzitter van de NCRV. Zo, meneer Herstel. Dat is een verrassing. Let er maar niet op de rommel. Ach, nee, het is een comedy, nietwaar? Ja. Ja, en dit is de laatste aflevering, dus u begrijpt, het is een beetje... Ja, wij vinden het bijzonder jammer dat u stopt. Ik wil u namens de NCRV dan ook bijzonder hartelijk danken voor de 4 jaar dat u onze camera's in uw leven en uw huis hebt toegelaten. We hebben ervan genoten. We kunnen ons overigens voorstellen dat u het langzamerhand wel welletjes vindt, maar het blijft jammer. Hoewel, het werd misschien wel tijd ook. Nogmaals, hartelijk dank. Dank u wel en graag gedaan. Is afgelopen, je kan weer gewoon doen. Hoe bedoel je? Ja. Heb je toch altijd gedaan? Prettig geregeld.